alles gedaan met huiswerk. Het is tijd om met je favoriete speelgoed te spelen. We moeten serieus praten. Hoe kon dit gebeuren? Je hebt een onvoldoende voor je wiskundetoets. Ik dacht dat je een topleerling was. We moeten actie ondernemen. Geen speelgoed meer totdat je cijfers omhoog zijn. Mijn dochter kan geen mislukking zijn. Niet in de prullenbak. Alsjeblieft. Wacht even, ik ben ermee bezig. Gaat het met jullie? Ik moet jullie verstoppen. Iedereen zal zich hier op zijn gemak voelen. Je moet je gedijst houden. Waar zijn we? Dit is mijn territorium. Raar. Er is hier niets. Vangen, dit is voor jou. Hemelse geschenken. Gek, het is een bericht. Laten we eens kijken. Hier is de handleiding. Interessant ontwerp. Mijn huis wordt episch. Dat zullen we wel zien. Je hebt deze formulieren nodig. Begin met bouwen. Ja hoor, ik heb binnenkort een huis. Laten we eens kijken wie sneller klaar is. Wie? Jij? Laat me niet lachen. Mijn klauwen zullen deze taak in een seconde aankunnen. Je maakt geen schijn van kans. Laten we deze pluizenbal laten zien wie de baas is. Kom op, ik kan het niet. Wat? Zo snel? Probleem in het paradijs? Schiet op. Ik kan niet verliezen. Het werkt niet. Ik ben vergeten het mes te slijpen. En mijn klauwen zijn altijd scherp. Laten we eens kijken hoe je dit aanpakt. Ik heb gewonnen. Precies zoals verwacht. Wow, kijk eens naar dat licht. Wat mooi. Ik heb jou. Goeie kat, nu ga je mij helpen. Waar ga je heen? Ik zie je. Daar is hij. Hij staat op het punt weg te rennen. Vang hem snel. Niemand ontsnapt aan mij. Behalve toen we aan het racen waren. Oef, zoveel rook. Ik kan niet ademen. Je hebt me voor de gek gehouden. Dat is niet eerlijk. Bedankt voor de hulp. Akkoord. Je klauwen zijn echt scherp. Je hebt de leeuw in mij wakker gemaakt. Ik ga op jacht. De jachtmodus is geactiveerd. Sluit het raam. Een ogenblikje. Tijd om de hond te neutraliseren. Gotcha. Doe het nu. Ik hoop dat je mijn cadeau leuk vindt. Is de lunch inbegrepen? Ik wens een zachte landing. Ik haat vliegen. De volgende keer neem ik de bus. Ik win. Oh, alles jeukt. Je moet meer groenten eten. Ik hou van vlees. En ik hou van jou. Ah, we zullen vrienden zijn. Help, ga weg van mij. Waarom jeukt alles zo? Ik zal je niet afleiden. Wat is dit? Oeps, het lijkt alsof het voorbij is. Ik moet dit allemaal glad strijken. Nu zal mijn huis zacht zijn. De sleutel is om alles goed te beveiligen. Het zal daar warm en gezellig zijn. Stop met bijten. Gotcha! We zullen geen vrienden zijn. We zijn te verschillend. Dit is een daad van agressie. Ik zal je aangeven bij de vlooienrechtbank. Klaag zoveel je wil. Catnap is vooruit. Het is nog niet te laat om op te geven. Ja hoor, er is hier genoeg materiaal. Dit zou genoeg moeten zijn. Laten we opschieten. We zullen mijn huis upgraden. Voeg wat wind- en regenbescherming toe. Laten we eens kijken hoe het afloopt. Miauw. Wacht, hoe heeft die door vlooien gebeten staart mij gevangen? Het gaat prima. Ik bel binnenkort gasten voor de housewarming. En jij bent niet uitgenodigd. Je bent niet welkom. Ik zou toch niet komen. Je huis is een puinhoop. Wat ben je van plan? Ha! Wat een watje. Wat is dat vreemde geluid? Wat doet het? Laten we doorgaan met het bouwen van het huis. Er is een zaag nodig om te werken. Kijk eens wat ik bedacht heb. Waar naartoe? Dat was dichtbij. Ruik naar bouwmateriaal. Er ligt hier een hele rol. Over geluk gesproken. Wie is de sterkste ter wereld? Iedereen weet het. Het is Dante. Precies zoals ik moest bewijzen. Nu heb ik wat vacht nodig. En waar kan ik het krijgen? Ze zal zo jaloers zijn. Je hebt naar mijn spullen gekeken. Dat was mijn idee met de oren. Je hebt het gewoon gekopieerd. En waar kan ik het krijgen? Ze zal zo jaloers zijn. Je hebt naar mijn spullen gekeken. Ach,
Serieus? Precies, een neus. Waar zouden we die van kunnen maken? Er is geen materiaal in de buurt. En het regent. Dat is geen water. Ik hou van slijm. Het ziet er gevaarlijk uit. Pas op. Val me er gewoon niet mee aan. Het is gelukt. Stoere Catnap is bang voor een beetje regen. Heel grappig. Dit is precies wat ik nodig heb voor de neus. Ik moet dit ding pakken. Het lijkt op plasticine. De neus moet zwart zijn. Ik moet hem alleen in de juiste vorm kneden. Het lijkt bijna op het echte ding. Hier is jouw plek. Hoe gaat het, vlooie zak? De neus is bijna klaar, maar hij is meestal nat. Ik weet het. Alleen vandaag te zien, lifehack van Dog Day. We voegen druppeltjes toe. Het effect van een natte neus is klaar. De laatste hand. Ik moet hem alleen nog de finishing touch geven. Jee, mijn neus is beter dan die van jou. Auw, mijn mooie pluizige staart. Mijn dierbare. Woeps. Niet waar, dat heb je expres gedaan. Hier betaal je voor. Ik zei dat het per ongeluk was. Ik geloof je niet. Ik moet ze helpen. Bobby Bearhug, kom daarheen en probeer ze met elkaar te verzoenen. Veel succes. Ik geloof in je. Ga. Auw, dat was hoog. Je had me een parachute kunnen geven. Wat gebeurt hier? Wat een interessant huis. Ik zal het eens nader bekijken. Ik heb een andere ontwerpoplossing. Maar één is het beter. Oor, wacht. Catnap, je hebt gasten. Oh, jij vandaal. Hey beer, maak kennis met mijn klauwen. En kom niet dichterbij. Waar is jouw gastvrijheid? Deze neus is hier nutteloos. Over welke neus heb je het? Ik zal alles nu repareren. Laat hem los. Het is niet mijn schuld. Het is allemaal wat Catnap doet. Heb je hem dat verteld? Natuurlijk niet. Hij wil ons verscheuren. Zullen we hem vastbinden? Oké. Waar waren jullie over aan het fluisteren? Ingehaald, klompvoet. Help! Zet het geluid lager. Wat heb je gepland? Ben jij een fan van attracties? Je hebt een gratis rit gewonnen. Ik betrap je. Sorry, het is mijn schuld. Volgende in de rij. Ogen. Whoops. Deze hier. En nog één hier. Laten we wat realisme toevoegen. Meer zwarte kleur. Stop. Er ontbreekt iets. Natuurlijk. Ik heb wat oogpupillen nodig. Hey, kun je wat voorzichtiger zijn? Met lichte hand. Heel voorzichtig. Om niets te bederven. Dit hebben we niet meer nodig. Uitstekend gedaan. Tijd om een paar camera's op het huis te installeren. Perfecte camouflage. Nu kan ik alles in de gaten houden. Camera's in plaats van leerlingen? Ik moet toegeven, dat is een goed idee. Kijk nu eens hoe ik kan zien. Nachtzichteffect. Oh, de grote opschepper. Genoeg met dat schelden. Ik was het helemaal vergeten. Ik heb tanden nodig. Ik weet wat ik moet doen. Het is tijd om me op te frissen. Ik hou van kauwgom. Aardbeiensmaak is mijn favoriet. Onze tanden zijn klaar. Welkom bij mijn huis. Oeps, ze zijn te klein. Maar dat is geen probleem. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben een kauwgomkampioen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben een kauwgomkampioen. De beste onder de smiling critters. Hij kan elk moment ontploffen. Ben ik geen genie? Dog Day kan dit niet. Pfft, een kampioen. Wat vind je van mijn nieuwe glimlach? Ik kan mijn tandarts aanbevelen. Het was moeilijk. Mijn hele kaak doet pijn. Maar het is gelukt. Perfecte maat. Verschrikkelijk. Ik ben zo moe. Wat heeft hij daar gemaakt? Honden hebben niet zulke tanden. Oh, bedankt. Dit zal mijn tong zijn. Hey, Dog Day, kijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben een kauwgomkampioen. Het is onbeleefd om iemand te negeren als hij of zij aan het opscheppen is. Ingeblikt vlees. Ja, hij slaapt echt. Dit is mijn kans. Sorry, hondje. Niks persoonlijks. Dat is tegen de regels. Je was er al.
Het is jouw beurt, konijntje. Veel succes! Niet onder mijn hoede. Het vernielen van de huizen van anderen is verboden. Wie ben jij? Ik ben de wet. Ik geef je een boete. Dit is een instrument van misdaad. Geef het over. 10 kraakpanden voor jou. Edelachtbare, heb alstublieft genade. Er is geen beroep mogelijk tegen het vonnis. Dit is oneerlijk. Bedankt voor de hulp. Edelachtbare, ga door met de executie. Laat het zo zijn. 1. Meer energie. Meer energie. Ik heb lekker geslapen. Wie is dat? Hou je hielen op de grond. Lager. Ik zal u niet storen. Meesteres, mijn huis is klaar. Hoera, het recht zegevierde. Ik ben ook klaar met bouwen. Is mijn huis niet beter? Laat de wet dit geschil beslechten. Ik zal je niet teleurstellen. Bedankt voor het vertrouwen, edelachtbare. Jullie doen het allebei geweldig. Oh, wat doe jij hier? Zei ik niet, geen speelgoed? Je zult hun huizen kapot maken. Ga snel terug naar de lessen. Ik wil geen wiskunde studeren. Ik kom over een uur bij je kijken. Mijn arme huisdieren, ik zal een nieuw huis voor je zoeken. Jij blijft hier. Ren gewoon niet weg, oké? Oh, ga van me af. Waar zijn we? Hey daar, jullie zijn nu mijn gevangenen. Hallo? Hallo? Hier is je schuilplaats. Het houdt kou en monsters op afstand. Miss Delight heeft me een huis gegeven. Fris en geurloos, net als nieuw. Wacht, ik ruik iets. De geur van natte honden. Eeuw. Ga weg. Alsof. Je verdwaalt. Ga op pad, vriend. Moet je een kant kiezen? Juiste keuze. Waar sta je naar? Een stel verliezers. Ik heb een verrassing voor je. Vangen. Hoppie, maak je klaar. Op 3. Dit is van mij. Geef het hier. Ik ga je goed bijten. Laat mij helpen. Ze zijn sterk. Doe er wat moeite voor. Ik heb een idee. Neem deze kattenzap. Neem deze kattenzap. Oh, oh, oh. We hebben haar. Laten we uit de kom eten. Weet je niet eens wat het is? We weten het. Dit is een verfgadget. Hoera, we gaan het huis schilderen. Wat zijn ze van plan? Psst, Bobby, laten we gaan. Luister mee. Interessant. Bla, bla, bla. Ik kan niets onderscheiden. Kijk. Kom op, nog een paar druppels. Het is klaar. We kunnen nu beginnen met schilderen. Wow. Wat een levendige kleur. Ze hebben verf. Wij doen het anders. Volg mij. De cirkels moeten wit blijven. Geweldig idee. Het bleek cool. Wow. Maar er ontbreekt nog iets. Heeft decoratie nodig. Maar wat? Pas op. Auw, stekelig. Dat is precies wat we nodig hebben. Ik zal dit ding hier ophangen. Ik hoop dat het niet op mijn voet valt. Hoera, het is ons gelukt. Wat zijn die twee van plan? Hou het stabiel. Ons dak wordt groen. Ik moet alleen wat verf halen. Interessant. Kunnen we er een paar eten? Ze zien er zo lekker uit. Nee, Bobby. We hebben ze nodig voor de klus. Giet alles eruit. Wat nu? Zet de mixer aan. Hij barst los. Houd het stevig vast. Klaar. Opluchting. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Oh, wauw. De kleur is gewoon super. Turquoise. Turquoise. Heldere en frisse kleur. Ik hou van muren schilderen. Ik heb de verf. Stiekem mijn kleine duivels. Final touch. Klaar. Laten we wat versiering zoeken. Hier is een appel voor jou. Het is zo mooi. Net wat we nodig hebben. Jouw plek is hier. Laten we het dak ermee versieren. Cool idee. Laten we het doen. Fris en gezellig. Ogen verheugen zich. Hoe gaat het met mijn favoriete plant? Coole gadget. Hij zoemt zelfs. Lunchpauze.
ze hebben honing. Ik wil ook wat. Ik heb een idee. Lekker. Camouflage ingeschakeld. Beweeg rustig en discreet. Het lijkt erop dat ik te veel eet. Ik ook. Volle buik. Laat een beetje over voor het avondeten. Dit is van mij. Ze zijn zo bijtend. Ga terug. Scram. Waar is ze heen? Dit is voor het dak. Laten we het geel maken. Laten we de korf goed schudden. Haal wat honingraten. Arme bijen. Begrepen. Kijk maar eens hoe mooi ze zijn. Geweldig idee. Bedankt. Laten we een venster toevoegen. Hé, wat heb je nodig? Peppy, wil je een bot? Kauw op jezelf. Ik wil het, ik wil het. Dat wil ik. Hou jezelf bij elkaar. Ik vang het. Braaf hondje. High five. Ik krijg het zelf niet voor elkaar. Kun je een raam maken? Gemakkelijk. Ga opzij. Oké, laten we het doen. Ik hoop dat niemand gewond raakt. Precisiewerk. Super, het is geweldig geworden. Geef maar. Waar was je? We hebben ramen en deuren nodig. Bot! Verschrikkelijk. Niet genoeg glas. Zonder glas zal het koud en ongemakkelijk zijn. Wat als we glas in lood maken? Maar waarvan? Laat me even nadenken. We kunnen onze talismannen gebruiken. Gewoon magisch. Ziet er prachtig uit. Maar er moet nog een deur in. Juist. Waar kunnen we er een krijgen? Hier is je deurtje. Het is zwaar. Bedankt, Miss Delight. Laten we u op uw rechtmatige plaats plaatsen. Schattig. Ons gezellige huis is bijna klaar. Klap in de handen. Je hebt gewoon geluk. Wil je het? Neem het van mij af. Stop. Gooi het. Jam, jam. Het is zo'n lekker bot. Gewoon een feest. Ik zal zo huilen. Hou op met die tranen. We lopen al achter op schema. We hebben ramen en deuren nodig. Glimlach. Cool. Denk na, Hoppie. Denk na. Pijn je hersens. Hebben konijnen sterke tanden? Wees voorzichtig. Laatste stuk. Het is ons gelukt. Maar zonder glas zijn het slechts gaten in de muur. Wat kunnen we eraan doen? Je hoeft niet na te denken. Laten we ramen maken zoals die van hen. Ramen klaar. Hé, dat is ons idee. Het is ons gelukt. Hoera! Losers, we laten je het nog zien. Hun gezichten zien? Hilarisch. Een momentje. Nu moeten we bedenken waar we de deur van moeten maken. Vangen. Precies wat we nodig hadden. Hartelijk bedankt. Laten we beginnen met installeren. De helften verbinden. Het huis is bijna klaar. Sis, sis, sis. Wat is dat voor ding? Zo interessant. Ik wil het. Kip-pep, ga eruit. Hij is van jou. Wacht, niet dit. Laat hem rondrennen terwijl wij het huis afmaken. De overwinning zal aan ons zijn. Luister, laten we wat bloemen planten. Ik hou van ze. Laten we het doen. Hier een plekje gemist. Daar gaan de roze. Hier de gele. Zonder water groeien ze niet. Juist, een cadeau voor jou. Bloemen zijn gered. Ik zal wat kunstmest toevoegen. Ze zullen ontkiemen bij de telling van 3. Eet maar op, mijn liefjes. Word groot en sterk. Ik zal wat kunstmest toevoegen. Wauw, echte jungle. Een tuinman zou geen kwaad kunnen. Hallo jongens, we hebben hier genoeg werk. Snoei de struik af. Makkelijk. Ik ben een professionele tuinman van de 7e generatie. Ik zorg ervoor
Ik hou ervan om iemand aan het werk te zien. Hoe kunnen we ze irriteren? Geef me dat. Ze hebben een tuin aangelegd. Kijk maar eens. Ik vang het. Chill. Kras op mijn rug. Ik wil dat ook. Catnap, we hebben een plek nodig om te ontspannen. En snel. Een ogenblikje. Wat is dat? Een kiezelsteen. Laten we er een klein pad van maken. Laten we het doen. Niet slecht. Hey, wees voorzichtig. Spring op de rotsen. Het is daar overal lava. Je hebt behoorlijk wat fantasie. Misschien moeten we een vijver maken? Haal wat vissen en eenden. Maar we hebben veel water nodig. Dat is precies wat we nodig hebben. Shh. Links, rechts, links, rechts. Ik hoop dat we niet gepakt worden. Dit meer heeft duidelijk niet genoeg. Waar kun je zoveel water vandaan halen? Waarom ben je zo somber? Er is geen water meer. Sommige besteld? Voorzichtig. Hele oceaan. We gaan zwemmen en zonnebaden. Droommeer. Ik zal het water proberen. Het is warm. Bedankt. Gewoon een plas. Waarom zijn ze zo blij? Ik wou dat we er ook wat vis in konden gooien. Maak kennis met Anthony. Heb je vis besteld? Kijk, zoveel. Hoera. Ik heb de vis gevangen en had medelijden met ze. Nu wil ik ze laten gaan. Zwem weg. Je bent vrij. Ik noem jou Mike en jij Frank. Kijk, ze hebben vis. Misschien kunnen we er een vangen. Doc Day heeft honger. In deze toestand kan hij zichzelf niet beheersen. Misschien eet hij mij zelfs op. Laat hem maar barbecuen. Dit is voor jou. Hier heb ik altijd van gedroomd. Eindelijk. Vrede en stilte. Vaarwel, Mike. Geef het hier. Vrienden, welk huis vinden jullie leuker? Het mijne met Bobby of Doc Day met Hoppy? Schrijf het in de comments. Weet je, ik vond beide leuk. Goed gedaan. Je hebt het geweldig gedaan. Ik zal je wat lekkers brengen. Bot op de grill. Ons huis is cooler. Ben je blind? Sst. Tegen wie ben je aan het sissen, poesje? Oh, er komt een gevecht. Jongens, geen paniek. Ik ben gekomen om jullie te redden. We moeten alleen de kleintjes verbergen voor Miss Delight. Ik heb een idee. Verbergen voor grote zus. Maar waar? Oh, juist. Niet de beste landing. Waarom gooi je ons zo weg? Hè? Het lijkt erop dat de Smiling Critters nu een nieuw thuis hebben. Nieuw huis voor ons. Wat is het hier ruim? De critters zijn er dol op. Wat een vreugde. Handen van mijn hoek af. Dit is van mij. Paars is mijn kleur. Versla het, Hoppy. Sissen. Sissen. Ja hoor, Catnap is op oorlogspad. Auw. Blijf van mijn terrein af. Anders bijt ik je. Laat me met rust. Groene hoek. Eindelijk mijn plekje gevonden. Het lijkt erop dat je aan het settelen bent. Laten we nu eens kijken wie hun hoekje beter kan opknappen. Dit plan zal je helpen. Oef, zo zwaar. Oké, uitdaging geaccepteerd. Critters zijn verbaasd. Scratchers, garen, begrepen. Wortel, groen, oren. Ik moet nadenken. Schat, bijen. Easy peasy. Hondenhuis. Bot. Ik zal jullie allemaal overtreffen. Gekleurde uitdaging. Critters zijn er helemaal klaar voor. Oké, tijd om aan de slag te gaan, mensen. Ik heb hier een prima uitkijkkijker. Wat is er aan de hand? Eerst moeten we alle rommel opruimen. Auw, glad. Onhandig konijntje. Wat is Doc Day van plan? Een heel vat honing. Laat me eruit. Iemand, help, ik zit vast. Nou, ik heb hier wat concurrentie. De ene is beter dan de andere. Plank, precies wat ik nodig heb. Deze plank lag aan mijn kant. Vrienden, waarom vechten jullie om een stuk hout? Ik zal dit snel regelen met mijn bliksemschicht. Oké, daar. Nu heeft ieder zijn eigen plank. Cool, hè? Oh, woef, hoeps.
Hey, Dog Day, Fang! Bedankt, dit is perfect. Ik maak er een stoel van. Ik ben een knutselprofessional. Ik kan een schaar hanteren met één poot. Voilà, klaar. Wat denk jij ervan, hè? Huh? Wow, dit is een coole ruststoel. Hey Hoppy, de plek is bezet. Ga weg. Red mij. Wilde grizzlyberen vallen aan. Hihi, ik ben helemaal geen grizzlybeer. Gewoon een schattig klein plusjebeertje. Zo comfortabel. Wat? En ik moet aan de verlichting werken. Het is zo donker dat ik mijn ogen eruit kan steken. Oké, mijn talisman is de zon. Ik neem hem en plak hem aan de muur. Ik vraag me af wat hieruit zal voortkomen. En niets. Wat een afknapper. Laatste hand. Klaar. Dog Day. Huh? Wat? Dit is voor jou. Wow, dat is enorm. Past, ik moet hem snel aanzetten. Laat mij helpen. Iets naar links. Hier. Nee, linkser. Begrepen. Hier. Laat hem nu zakken. En naar rechts. Weet je wat? Eet honing. Ik zoek het zelf wel uit. Helper. Zo, super. Maar er ontbreekt iets. Oh, nu is het hier helder. Woeps. Oh, te helder voor nachtelijke wezens. Ja. Bobby en Dog Day zijn hun hoekjes zo mooi aan het versieren. Wat moet ik doen? Oh, ik weet het. Ik zou alles met planten beplanten. Veel frisheid en zuurstof. Oké, zaadjes zaaien. Meer. Het hele pakket. Klaar. Nu hebben ze water nodig. Nee, mijn tranen zijn niet genoeg. Psst. Hoppy, ik heb een cadeau voor je. Vangen. Wow, net op tijd. Bedankt, Alice. Nu gaat mijn plan zeker werken. En ik krijg het mooiste, groenste, coolste hoekje. Oh, wauw. Dit is geweldig. Hoppy, je bent geweldig. Deze roos ruikt zo lekker. Nu zal de tuin veel werk vergen. Dan verzamel ik ondertussen stuifmeel. Wow, nu is mijn vat tot de rand gevuld. Oh, gevangen. Wat ben je van plan, Bobby? Ik, gewoon niets. Stop, dit is voor mij. Oké, neem maar. Kweek je eigen bloemen en geniet ervan. En raak mijn rozen niet aan. Ik ben een heerlijk bed aan het opmaken. Ik hoef alleen nog maar het matras op te leggen. En klaar. Ik kan niet slapen op een harde ondergrond. Mijn zijden doen pijn. Oh, wat een ontploffing. Ik heb gewoon behoefte aan wat kussens. Nu. Maar het is gemakkelijk te repareren. Hoppy, leen me even de gieter. Dog Day, ik heb je kauwgom nodig. Maar ik had uientaart. Binnenkort heb ik 2 superzachte kussens. Kiki, mijn verbeelding kent geen grenzen. Ik ben zo'n slimme kat. Wauw, echte wonderen. Mijn plan werkte. Ik heb er 2. Stop, ze zijn wit. Wat een bleke kleur. Hoe maak ik ze paars? Kom op, niets werkt. Ugh. Psst, Catnap, ik weet hoe ik je kan helpen. Een paar druppels verf en klaar. Ik moet hier alleen een halve maand toevoegen. Ik neem mijn amulet. En strooi ook water. Oh, wauw. Hij is gegroeid. Precies wat ik nodig heb. Nu kan ik ontspannen en mijn vacht verzorgen. Oh, Catnap, je bent zo schattig. Ik kan mijn gevoelens niet bedwingen. Ha, juist. Ik zal een beetje liefde toevoegen aan mijn hoekje. Daar heb ik kleine hartjes. Hoe meer hartjes, hoe beter. Woehoe, het is geweldig geworden. Dog Day, wat vind jij ervan? Harten? Oh, te suikerachtig en schattig. Niet mijn ding. Je hebt geen smaak. Maar ik moet dringend het hondenhok opruimen. Nog een houten plank? Nee, niets werkt. Rrr. Dog Day, ik zal je een helper geven. Bouwer Ken. Hij zal je taak in een mum van tijd afhandelen. Waar ben ik? Oh, hallo daar. Ben jij echt een bouwer? Help me alsjeblieft een hondenhok te bouwen.
Wat heb je nodig? Mijn poten werken niet mee. Ik krijg het niet goed. Ik heb een huis als dit nodig op de blauwdruk. Ha, dat is gemakkelijk. Mijn gereedschap heb ik altijd bij me. En ik zal de taak heel snel afmaken. Het is duidelijk dat bouwer Ken weet hoe hij met een zaag en een hamer moet omgaan. Doc Day, open je ogen. De klus is geklaard. Heilige honden. Wat een prachtig hondenhok. Mijn pootjes. Zo vies. Gieter? Eén is hier niet genoeg. Hoppie, kijk. Het wordt een knaller. Ga opzij. Ik gooi een bad voor je. Oh, wauw. Alice, jij bent altijd de beste. Geweldig idee. En de wortel is net rijp. Maar hoe kom ik eraan? Oh, niet toegeven. Catnap, ik heb je hulp nodig. Dus, wat nog meer? Oké. Ik kan niet zonder Catnap. Zoals altijd. Dus laten we opschieten. Heb je het? Ik snap het. 1, 2, 3. Oeps. Leef je nog? Het lijkt erop. Schiet op. Verspreid je. Ik heb de wortel. Het lijkt erop dat mijn hulp niet langer nodig is. Ik denk dat ik zeker een wortelbad heb verdiend. Vitamine A zal mijn zicht verbeteren en mijn vacht laten glanzen. Zo. En finishing touch. Rustig, zodat ze mijn voetstappen niet horen. Hij is lekker onder de indruk. Wat is hij van plan? Vreemd beest. Kom hier, draad. Je bent van mij. Wilde hij ontsnappen? Echt waar? Wat grappig dat Catnap op de draad jaagt. Hoe dan ook, hier is de hele streng. Ah, nou, dat is logisch. Het is een geschenk van Alice. Niets interessants. Veel beter. Er ontbreekt iets. Zoals dit. Nu is het in orde. Zodat gasten kunnen aanbellen als ze komen. Perfect. Hop, hop. Tijd voor rust. Gigi, ik zal deze kleine springer voor de gek houden. Gewoon. Wie is daar aan het rommelen? Dingen verbeelden. Of niet? Bobby? Mijn lieve schat. Potvol. Oh, ik ben een vrolijke beer. Wacht even, kleine grappenmaker. Ik bel je zo terug. Zoals het verstoppen van je bijenkorf. Ah, bijen. Help me. Auw. Ik ben gestoken. Auw. Snuf. 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 Arme Hoppie. Ze heeft dringend een dokter nodig. Oeps. Vlotte landing. Wat is er gebeurd, schat? Ik ben gestoken door een bij. Eens kijken. Huh, scherpe steek. Maar ik heb iets in gedachten. Help me alsjeblieft om het er snel uit te krijgen. De pomp. We zuigen hem eruit. De dokter verwart iets. Hoppie wordt opgeblazen als een ballon. Hou. Oh my. Klaar. Dokter, uw plan heeft gewerkt. Geen angel meer. Nu is alles klaar. Hartelijk dank, dokter. Aan het chillen. Oeps, alleen mijn maag is niet blij. Ik heb gehoord dat konijnenvlees heel goed is voor groeiende lichamen. Nee. Doc Day, durf het niet. Pak je snack. Oh, ik hou ook van eendenvlees. Ik heb al een tijdje geen vogels meer geproefd. Wat een bloeddorstige buurman. Kon hij niet gewoon wortels eten? Ik bewaar de restjes voor een regenachtige dag. Je weet maar nooit. Wie zie ik hier in mijn tuin? Slechte jachtpuppy. Rrr, geef het terug. Haal. Pot. Mijn goede. Wil je spelen? Genetica kan niet worden opgelost. De critters vervelen zich. Tijd voor spelletjes. Wat een entertainment. Catnap speelt met draden, maar hij heeft niet eens klauwen. Hey, shh. Oh, een bolletje garen. Perfecte timing. Ik ga een krabpaal maken. Een fantastisch exemplaar van deze lamp. Nog even. Zo, hoera, klaar. Nu hebben ze gewonnen. Lach me niet uit.
Ja, nog een klein beetje. Nog een beetje. Sissen. Wow, oké, Dokke. We maken een grapje. Sorry. Dat is beter. Vrienden, schrijf in de comments. Wiens hoekje vind je leuker? Ik vind al je hoekjes leuk. Je hebt hard gewerkt. Woeps, Abby is terug. Ja, stel je voor. Het Smiling Critters Feest. Strikt voor 16 jaar en ouder. Een feestje? Neem me mee, alsjeblieft, Abby. Echt niet, je bent te jong. Haha, loser. Ik smeek je, zus. Oké, prima. Doe dit eerst aan. Wauw, cool t-shirt. Ik ben terug. Naïeve jongen. Ga. Wat denken jullie? Meiden. Meiden? Nee! Ze hebben gelogen. Wacht, waar zijn ze? Wauw. Wow. Hallo? Catnip. Sluwert. Lachende beesten. Ik zie het. Mary, je bent nu een van ons. Wil je mij adopteren? Ik doe mee. Wil je naar dit feest? Huh? Ja, ja, dat wil ik. Goed, maar alleen voor tieners boven de 16. Uh-oh. Oeps. Het is oké. Crafty, je bent klaar. Ik kan een beetje tintelen. Oeh. Oh, het voelt zo raar. Wauw, ik ben een volwassene. Eindelijk. Haar kleren passen niet. Je hebt gelijk. Deze is beter. Probeer het nog eens. Wauw. Leuk. Wow. Ik ben zo luxueus. Nu ben je klaar voor het feest. Abby en haar beste vriendinnen zullen zo jaloers zijn. Wat een gaaf feest. Wacht, is dat... verrassing. Oh, je had je gezicht moeten zien. Hé, hey, jongens. Wauw. Dat is Mary met Smiling Critters. Ik begrijp het. Er stinkt hier. Mijn eerste feest. Cool. Kom op, we gaan dansen. Oh, ik wist het. Catnap, kom op. We moeten een oproep doen. Oh, bel haar. Hallo? Bobby, het is allemaal klaar. Ik ben er zo. Okidoki, alles gaat zoals gepland. Ze zijn iets van plan. Hmm. Het feest is geweldig. Laten we dansen tot de ochtendglorie. Sorry dat ik laat ben. Hoi daar. Oh, stop ermee. Ik hoop elke keer. Oké, je bent vrij. Je hebt het begrepen met je elektrische streken. Oeps. Dit is onze nieuwe vriendin Mary. Hallo? Leuk je te ontmoeten. Ik geef geen handen. Slimme meid. Wil je meer over ons weten? Reken maar, ik wil het graag. Kom dan maar naar ons huis. Een paar setten voor het laatst. Yes! Obi is de koning van de dansvloer. Dag! Oeps. Bespioneer je ons? Ai, ai, ai. Ik heb je goed geholpen. Heel diep, maar geen prettig gevoel. We zijn de eerste. Hier wonen we. Het is zo cool. Oeh. Waarom rent hij? Nou, hij is een haas. Welkom bij je nieuwe familie. Bedankt. Dus laten we de promo bekijken, hè? Huh? Ga lekker zitten. Klaar voor? Veel kijkplezier. Kijk, het begint. Ik ben Hobby Hopscotch. Ik ben dol op activiteit. Ik ben Bobby Bearhug. Craftycorn, creativiteit is mijn alles. Catnap, tot uw dienst. Ik kan iedereen sussen. Wij zijn Smiling Critters. Jij bent vuur. Nu hou ik meer van je. Vrienden, welke familie zouden jullie kiezen? Smiling Critters of mijn oudere zus Abby? Hey Mary, wil je tekenen? Ik hou van tekenen. Leuk, teken maar. Dan gaan we even weg. We zijn zo terug. Oh, ik vraag me af waar ze heen zijn. Ze zijn vast een verrassing aan het voorbereiden. Ik ga kijken. Nou, bijna klaar. Ons idee is briljant. Binnenkort zullen we de naïeve Mary in Picky Pig kunnen veranderen. Zijn ze snoep aan het maken? Wat?
En ze zal voor altijd de smiling critter blijven. Dwaas meisje. Laten we beginnen. Wat? Ik wil geen piggy worden. Wat moet ik doen? Oh. Kom op, critters. Tijd om de uitvinding af te maken. Ik moet hier wegkomen. Oh, ik zie de deur. Hij zit op slot. Wat is het? De trein kan een aanwijzing zijn. Ik heb hem ergens eerder gezien. Denk, Mary, denk. Daar is hij. Ik heb de sleutel. Laten we rennen. En hoe sneller, hoe beter. Ik kan hem niet openen. Vrienden, help. Ik heb jullie duimpjes nodig, zodat ik de deur kan openen. Nog even. Oh, bijna. Ja, het is genoeg. Bedankt, jongens. Nou, het werkte. Wat is er aan de hand? Ik heb het heel druk. Spijt me, ik wil je niet lastigvallen. Ga weg. Oeps. Verkeerde deur. Mary. Ik heb geen zin om weg te gaan. Ik heb geen keus. Wil je wat bestellen? Kies waar je ziel naar verlangt. Ik weet het niet. Oh, kan geen kwaad om een tussendoortje te nemen. Laat het de pizza zijn. Snap het. Oeps, ik ben hier aan het juiste adres. Ja, helemaal. Gegroet, je pizza. Breng het hier. Ik snap het. Hij verdiende zo glimlachend de goede fooi. Hoi, je pizza. Help me. Waar heb je het over? Ik zal alles later uitleggen. Wees stil. Oh. Veel succes. Kom terug. Jouw fooi, jongen. Bedankt. Ja, hoe gaat het met Mary? Hoe vind je de pizza? Hé, waar is Mary? Catnap! Phew, heb je geschreeuwd? Het meisje heeft het allemaal bedacht. Pakker. Daar gaan we. Ja. Denk er niet aan om te proberen te ontsnappen. Oh. Help me! Echt, ze maakt een grapje. Help! Waar denk je dat je heen gaat? Je blijft hier. Ga terug. Excuses voor de verwarring. Het is oké. Nu versla het. Oh, je begrijpt het niet. Je zal het geweldig vinden om een piggy te zijn. Het belangrijkste is dat je niet wordt zoals Huggy Wuggy. Wil je niet een van ons zijn? Neem dat, verrader. Binnenkort ga je grommen en lachen. Ik niet. Poppy, we moeten het wapen afmaken. Laat de bokszak met rust. Jij? Wacht hier.